Dennis, ik ben Dennis, ik ben Renske en vandaag een video wat Black Ops 2 gameplay. En vandaag is het op de map Express, het is wat League Play gameplay. En het is Search and Destroy en deze gameplay is niet heel erg fantastisch, want het is niet heel erg competitive. Want wij winnen eigenlijk heel makkelijk van het team, we lopen eigenlijk gewoon recht overheen, want zo makkelijk is het. Maar het leek me wel leuker om wat League Play gameplay bij deze commentaar te gebruiken. Want ik wil het hebben over clan versus clan en er komt een update voor clan versus clan, waardoor het eigenlijk meer als League Play wordt. Dus het was wel leuker om deze gameplay erbij te gebruiken. En ik zag hem nog op mijn computer staan en dus ik denk, weet je wat, ik pak mooi deze gameplay. Dus daarom wat Black Ops 2. En het gaat dus in deze video over Call of the Ghost en over een update die binnenkort gaat komen. En daarbij zullen wat dingen aangepast worden van clan versus clan, waardoor het meer met e-sports te maken zou hebben. Dus een paar kleine updates is dat het daar ook in ieder geval geen guild shoots meer zijn. Dat vind ik persoonlijk heel erg goed, want ik weet niet wat er met het ding is, maar het is altijd gewoon irritant. Het is gewoon een feit. En het is niet, ik ben niet de enige die dat vindt, anders zou ze ook niet hier verwijderen. Dus dat is een goed iets. Tracker sites zijn verwijderd en die werden veel gebruikt volgens mij in competitive, dat ik laatst zag. Dus ja, mij maakt het niet uit, oké. Okay. Danger Close is verwijderd, dat snap ik niet helemaal, maar nou oké, okay, weet je, maakt me ook niet uit. Maar in ieder geval, ik vertel het jullie. Voor de rest is het niet mogelijk om als jij in competitive zit en dan in private matches, om dan in third person mee te kijken. Nou, ik snap zulke patches nooit. Als je iets in private match doet, wat boeit het dan dat jij met third person mee kan kijken? Dat is al waarschijnlijk dat jij met iemand mee kan kijken en achter hem kan kijken of zo, weet ik veel. Maar oké, leuk. Vervolgens is er een kill feed toegepast in broadcaster mode. Nou ja, dat is alleen maar goed voor al die events, weet je wel. Dat zijn allemaal kleine dingetjes die niemand interesseert. Ik kom zo meteen echt op clan versus clan, dus wacht maar eventjes. Voor de rest nog wat broadcaster patches, dus er zijn wel kleine foutjes zijn gemaakt. Ook niks speciaals. En dan volgens het belangrijke. Nou, clan versus clan, dat is niet echt met competitive rules. En het is gewoon zo. Ja, je kan de meest onzinnige dingen keer gebruiken. Volgens mij kun je zelfs noobtubes gebruiken. En al dat soort crap wat eigenlijk iedereen fucking irritant vindt. En wat niet thuis hoort in een competitive game mode. En daarom speelt eigenlijk niemand echt clan versus clan. Vanwege het competitive. Want het is niet echt een competitive. Want het is gewoon... Ja, je kunt gewoon alle onzin gebruiken die je maar wil, dus niemand interesseert dat. Maar nu komen er e-sports regels bij en dat wil dus zeggen dat het een soort van MLG regels zijn, zeg maar. De officiële regels en al die onzin die dus niemand wil zien, die zal dus ook allemaal uit clan versus clan verwijderen. Dus, of verwijderd worden. Dus dat is op zich heel erg positief, want ik speel nooit clan versus clan. Dat komt vanwege een andere regel, of regel even, vanwege een andere reden. Alleen, dit is ook een van de redenen wat ik heel irritant vond aan clan versus clan. Gewoon het feit dat je gewoon geen regels had eigenlijk. En dat is dus wat gepatcht moet worden, dus dat is fantastisch. Vervolgens het andere probleem, en dat is als je clan versus clan wou doen, dan moest je met 4 man zijn, dat moest per se. In League Play hoefde dat niet, dan kon je gewoon solo gaan doen. Dan kwam je gewoon bij andere teams terecht, dat was gewoon leuk, weet je wel. Maar bij clan versus clan moest je met een team zijn. En nou, dan moest je volgens ook met z'n allen in één clan. Dus ze moesten sowieso nog zorgen dat als je met 4 man was, dat ze allemaal nog jouw clan joinden. Ook al zaten ze in eigen clan, dan moesten ze daaruit. En dat is allemaal verleden tijd. Je kunt eigenlijk gewoon solo clan versus clan gaan doen. Je kunt dus ook gewoon met 3 man gaan doen of zo. Maar je hoeft niet per se met 4 man te zijn. En je hoeft ook niet per se met z'n allen in één clan te zitten. Maar als jij volgens mij clan versus clan deed en je start een seizoen, dan kon je niet van jouw clan wisselen volgens mij. Volgens mij was het dat wel. Maar dat is dan vrij logisch. Ja, ik weet niet precies hoe het zit. Als je solo gaat doen en je doet met random mensen, dan kun je natuurlijk niet constant die mensen weer joinen. Dus het is een beetje onduidelijk nog. Maar in ieder geval, wat het belangrijkste is, clan versus clan kun je dadelijk tenminste solo starten. En je hoeft dus niet per se met 4 man te zijn. Dus dat is iets wat heel goed is. Dus vervolgens nog een kleine aanpassing. En dat is de Dead Silence met Amplify combinatie. Die is wat aangepast. Ik weet niet wat ze daarin hebben gedaan. Misschien dat het iets minder overpowered wordt. Want geluid is in Call of the Ghost enorm belangrijk. En ik heb het wel echt gemerkt. Dus ja, weet je, die aanpassingen, dat zal allemaal wel ergens vandaan komen. Dus het zal niet total bullshit zijn. En volgens mij Search and Destroy ook al kleine dingetjes. Zo is, als jij bijvoorbeeld aan het diffuse bent, dan hoor je een geluidje. En als jij dat diffuse cancelt, dan moet dat weer een ander geluidje geven. Dat hebben ze nou aangepast ofzo. En wat extra aanpassingen nog aan broadcaster mode. Zoals bijvoorbeeld als jij bij broadcaster mode en je gaat door die namen heen van mensen, dan zie je op de minimap wie dat is, zeg maar. Dus dat pijltje dat wordt duidelijker, dat geeft weet ik veel, een andere kleur weer ofzo. En dat is niet zo interessant, want die broadcaster mode is leuk voor dat competitive, maar voor de casual gamer is dat natuurlijk niet echt van belang. En het belangrijkste is dus gewoon clan versus clan wordt meer als League Play.
Je hebt nog steeds een soort van leaks. Hoe dat precies werkt, weet ik niet. Maar er kwam volgens mij in februari de Diamond... het is geen leak, maar een Division heet het nou. Ja, het is precies hetzelfde. Maar in ieder geval de Diamond Division komt volgens mij in februari erbij. En ik weet ook niet hoe dat precies gaat werken. Maar als deze update eraan komt, ga ik sowieso clan versus clan doen. En ik heb al een idee om als serie een soort van Road to Division of Diamond Division of zo, weet je wel. Gewoon even kijken hoe dat clan versus clan werkt. Maar anders is dat wel leuk natuurlijk om te doen. En ik kan er eigenlijk niet wachten. Ik vind het gewoon fijn dat clan versus clan gewoon meer als league play wordt. En dus met die e-sports regels en dat je nou gewoon mixed teams hebt. Dus dat is positief iets. En ja, verder is hopelijk in de toekomst gewoon meer game modus. Maar ja, dat is gewoon iets waar we op moeten wachten. Dit is iets wat ze eigenlijk heel makkelijk konden doen. Dus dat is op zich ook goed. Want de league play was iets dat ik echt enorm veel speelde op het einde van Call of Duty. Bij het begin speelde niemand het. Kende eigenlijk volgens mij ook niemand het. En op het einde speelde iedereen het. Want die pubs waren gewoon geen zak meer aan. Je wou iets nieuws. En dat was dit. En ja, ik ben gewoon blij als dit terug gaat komen. En als ik nou deze gameplay van mijn auto terugkijk. Dan is dat gewoon echt leuk. Dan weet je gewoon weer hoe het was. Want het was echt met allemaal dingen doorgeven, weet je wel. Call-outs en al die onzin. En in deze match was dat natuurlijk niet. Ik speelde hier met boormachines, een maat van mij, Stefan. En ja, we speelden met z'n tweeën en nog twee randoms. Volgens mij liever die randoms uiteindelijk ook nog. Die deden niet heel veel. Wij tweeën waren echt man of the match. Ik heb hier gewoon allemaal streaks. Dus het was gewoon uitspelen. We stonden 5-0 nou. We winnen volgens mij met 6-0. En we speelden tegen Nederlanders. Dus steeds... Als wij af waren, dan unmute ik ze gewoon eventjes met hem praten, weet je wel. Het was geen haat, maar het was gewoon normaal praten. Dus dat kan ook. Soms heb je echt enorme haat in die league play shit. En ik zie dat niet gelijk als iets negatiefs. En het klinkt misschien heel stom van, waarom is dat niet negatief? Maar aan de andere kant, je kunt het ook zien dat mensen er echt alles aan doen om te winnen. En dat ze ook echt competitive spelen. Als zij echt gaan haten op jou, weet je wel, schelden en al die dingen... Dan spelen ze wel echt competitive en dan willen ze echt winnen. Dat laten ze dan wel echt merken. Dus dat is op zich wel iets positiefs. Dus het klinkt misschien dom, maar ik vond het wel grappig. En ik ga hier zo meteen de bom planten en dan is het afgelopen. Ik hou hier mijn streaks nog even kijken waar die enemy was. Toen heb ik hem hier ook nog. Hier, dat is best wel sick. Hij zat best wel ver in die tunnel. Ik ga die bom planten zo meteen. Dan kan ik mijn lightning strike in. En dan zit het erop. Dus in ieder geval, als jullie deze video leuk vinden. Of vonden eigenlijk. Want hij loopt naar het einde toe. Hij is nog bezig. Dus het is maar net hoe het ziet. In ieder geval, dan laat alsjeblieft een like achter. Want ik merk gewoon dat de likes enorm hard terug uitgaan. En ik weet niet of dat komt door de content die ik upload. Want ik weet dat dat minder is als dat geweest is. Dat komt echt allemaal weer terug, geloof mij. Maar ja, sommige mensen vinden volgens mij Black Ops gewoon echt leuk. Want ik merk het ook wel met views. Want als ik Facecam Vrijdag upload. Die krijgen gewoon meer views dan random Call of the Ghost commentaries. Maar ik moet gewoon een serie verzinnen of zo, iets nieuws. Dus dat gaat sowieso allemaal komen. En als dat Clan vs Clan iets leuks is, dan gaan we daar sowieso een soort van serie van maken. Dus ik kan daar niet wachten om te kijken dat het leuk is. En in ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, laat eens een like achter. Abonneer als jullie meer willen zien. En tot de volgende keer. Houdoe.